Laptop. Oh my god, wat doe ik toch met mijn leven? 3, 2, 1. Oh my god, daar gaat die boys. Oké, even random. Ik weet niet waarom ik dit film, maar er is dus 200 fucking euro gedoneerd in mijn livestream, zoals jullie kunnen zien op dit bord. En holy motherfucking shit, dikke shoutout naar Fleertje. En zoals ik had beloofd, bij een 200 euro donatie gaat mijn oude laptop door mijn raam. Dus, lieve mensen, hier allemaal samengekomen. Zometeen gooien wij mijn laptop keihard door mijn raam. Ik ga even mijn mama gaan informeren dat er iets door mijn raam gaat vliegen. Dus we gaan dat even, ja, gaan tonen aan haar dat er iets door mijn raam gaat komen. Dat er een bommetje door mijn raam gaat kletsen. Want deze laptop heeft zijn mooie tijd gehad. Maar dus nu even naar mijn moeder. Haar gaan informeren over de, ja, wat er gaat gebeuren. Dus Lego. Mama. Praat keer een beetje luider. Ik ga je niet in beeld brengen. Liefst niet. Ja, liefst niet. En er is 200 euro gedoneerd. Heb je reactie? Fantastisch. Fantastisch? Ja, ik wil morgen een nieuwe bikini gaan halen. Ah, een nieuwe bikini. Een ja. Beetje sponsoren. Dus ja. Je gaat zo meteen iets door mijn raam zien vliegen. Dat is de tegenprestatie voor de 200 euro. Wat? Je gaat het wel zien. Nee, ik ga het wel. 200 euro, mama. Thanks to Fleertje. 200 euro. Wie is Fleertje? Fleertje is de man die 200 euro heeft gedoneerd. Zeg, wat goed er nog beneden? Dus boys. Het zal toch niks kapot brengen? Nee. Lego. Oké, het is donker in de gang. Maar het is tijd voor het moment waar we allemaal hebben op gewacht. The one and only drop van de laptop. Jongens, het is tijd. Holy shit, hier lopen we nog eens voorbij de stream met de camera. Holy shit, boys. Hype even de chat. Zet de hype, ace it, shit, zet iets leuk. Het komt allemaal in de video. Er is voor de video die na deze donatie online komt. Dus even iedereen die in deze livestream aanwezig is, even knallen. Dit is dus de chat. Dit is epic. Oh my god, wat doe ik toch met mijn leven? Lego. Dit is waarschijnlijk illegaal. Het mag waarschijnlijk niet. Maar we doen het toch. Kijk, er lopen daar nog wat mensen. Voor de rest is het hier compleet safe. We wachten nog even tot die mensen weg zijn. Dan doen we de drop. Het is hier redelijk hoog, zoals jullie kunnen zien. We gaan hem proberen naar daar te gooien of zo. Of naar daar. We droppen hem waarschijnlijk gewoon recht naar beneden. Laptop. Leuk je gekend te hebben bij deze leuke tijd gehad. Het was goed je gekend te hebben, laptop. Bij deze. Oh my god. Go boys. We doen een side swing. Ik drop hem naar daar en dan breekt hij daar. Oké, boys. Laptop. 3, 2, 1. Oh my god, daar gaat hij, boys. Oh my god. Oh my god. Boys. We gaan nu de schade gaan bekijken. Lego. Oké, we lopen hier door mijn straat en de laptop ligt hier. En het eerste wat ik al zie is dat de batterij er gewoon is uitgebroken. De batterij ligt hier. Daar liggen er nog wat stukjes. En dit is de laptop zelf. Je hebt het slimme zelfs gaan open doen. Oh my god. Die is kapot, denk ik. Nice. Dit is het toetsenbord van mijn oude laptop. Werkt hij nog? Als hij nog zou werken, dan is het inderdaad wel een wonder. Maar ik denk niet dat hij nog gaat werken. Even checken. Of hij werkt. Oké, de batterij zit erin. Boys, de nieuwe laptop. De hypermoderne laptop. Jongens, we checken even of hij nog werkt. Nee. Nee. Holy shit, boys. We hebben een nieuwe laptop. Amazing. Wauw. Kijk hoe sick. Dit is gewoon de laptop van de eeuw. Oh my god. Met de nice laptop op de achtergrond wil ik deze video afsluiten. Bedankt om te kijken naar deze 200 euro donatie. Het was epic. Maar nu moet ik terug gaan livestreamen, want we zijn dus nog aan het livestreamen. En dit is dus de laptop. Om het in het West-Vlaams te zeggen, per totaal is. Hij is goed kapot. Maar dus ja. Jongens, bedankt om te kijken naar deze video. Ik ben Ace It. En ik zeg dikke duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Adios, bitches.